ontstaat dus door de warmteuitstraling van de aarde. Maar men koelt ze af, net als de lucht in een kamer tegen het koude raam. En wat ontstaat er dan? Condens. En al die druppeltjes water vormen wolken. Uit die wolken valt dan weer regen en de kringloop is rond. Nou, zeggen jullie misschien, wat heb ik daaraan? Zonder dat ik dat allemaal weet, stijgt die lucht even goed wel. Dat klopt. Maar misschien zit er hier wel iemand in de klas die later zweefvlieger wil worden. En als je gaat vliegen, moet je verduiveld goed weten dat de thermiek boven open stukken land groter is dan boven bossen. Want als je dat niet weet, dan zweef je niet lang. Nou, eens kijken wie er nou goed heeft opgelet. Als nou hier die bossen zijn en hier is open land en dan komt een zweefvliegtuig van deze kant, welke baan volgt die dan? Wie kan dat nou voor mij tekenen? Peter. Frank, kom eens hier. Nou, dat moet je morgen dan maar tekenen. Dan kunnen de anderen er ook eens goed over nadenken, hè? Peter, wil jij even blijven? Ja, ik heb jouw schriften nog eens nagekeken, Peter. En jij bent toch wel een stuk achtergeraakt, hè? En jij wil straks naar het Atheneum? Ja, meester. In het revalidatiecentrum hadden ze heel andere boekjes. Ja, ik weet wel dat jij daar niks aan kan doen, maar het Atheneum eist nu eenmaal de kennis van een bepaalde leerstof, hè? Ja, maar die meester in dat revalidatiecentrum, die zei dat... Ja, Peter, maar je bent nou weer hier op school, hè? Nou ja, je bent pinter genoeg en als jij goed je best doet, dan red je het wel, hm? Ja. Ga nou maar, hè? Ja, meester. Dag, meester. Wacht, ik zal je helpen. Laat die hut even maken, anders pikken de jongens van de Piet Heinschool hem in. Mag ik ook bij Freddy? Als je hem niet weer zo klierig doet, hoor. Moeten we niet op Peter wachten? Oh ja. Peter. Ach, je kan toch niet meehelpen? Hij zit toch in een karretje? Nou, zou jij het leuk vinden om in zo'n karretje te zitten? Als we nou morgen vragen of hij naar ons hut komt kijken, want hij heeft gelijk, ik kan toch niet meehelpen. Nou ja. Oké, jongens, kom mee. Deze kleine weerstand, mijn zoon, scheidt ons nog van de voltooiing van 20 jaar wetenschappelijk werk. In alle geschiedenisboekjes zal het staan. 1900 zoveel. Quirinus Drijfhout vindt de gewichtloosmakende machine uit. En zijn zoon? Jou heb ik niet uitgevonden, Felix. Je was er al voordat ik er erg in had. Ja, nee, ik bedoel, ik heb meegeholpen met uitvinden en zo van... zit het erin, pa? Ja, hou nou maar op, je maakt me zenuwachtig. Ja, zal ik het even doen, pa? Ja, ja mag ga ik je het doen? Ga je gang. Oh, dit wordt een groot moment, pa. We worden in één klap wereldberoemd. Wetenschappelijk verbluffend. Ja, maar voor de rest een ramp. Hemeltje, Quirinus, is er iets misgegaan? Ja, of dacht je dat dat allemaal zo hoorde? Nee, dat kan ik ook wel zien. Maar ja, maak je nou maar geen zorgen. Ik ruim het wel weer even op. Ik hoorde ineens... Boom! Ik ook. Kijk, het is die weerstand, weet je, Felix?
dat is het. Hier, zie je wat dit is? Ja, ja. Moeilijk, hè? Die weerstand, dat moet een kristal zijn van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Welk kristal? Precies, welk kristal? Dat zullen we moeten uitzoeken. Ik zal de glasman wel even bellen. Nee. Jongen, alsjeblieft, geen glasman hier. Die man die kijkt natuurlijk naar binnen en die vertelt overal rond wat er hier staat. Nee, geen pottenkijkers. Ga je maar liever een ruit halen. Ja, maar het niet gauw gaan uitvinden, pa, terwijl ik weg ben. Nou, het is al de derde keer van de week, hè? Nee, de vierde. Tja, glas is breekbaar, hè? Hup! Dat ding ook? Ja, dat zal wel, ja. Dat is ook van glas, hè? Zo, alstublieft. Ja. Kijk eens. Oprekening zeker, hè? Ja, dat lijkt me het handigste. Nou, tot de volgende ruit dan maar weer, hè? Ja. Oh, schrijf dat er ook maar bij. Ja, neem me niet kwalijk. Ja. Nou ja, het was een ongelukje. Kijk uit! Ja, zoiets heb jij nog nooit gezien, hè? Nee, wat is het? Wat is dat, jongen? Dit is de meest comfortabele auto die er bestaat. Is eigen ontwerp. Model drijfhout deluxe. Hey, goed hè? Nou, het is wel gek. Gek? Dat is niet gek. Dat is ingenieus. Zoiets kan alleen maar een uitvinder bedenken. Bent u een uitvinder? Nou, half. Mijn vader, die is het helemaal. Nooit van Quirinus drijfhout gehoord? Nee. Nou, wacht er maar af, jongen. Binnenkort komen de kranten er vol van te staan. Worden we beroemd. Nou, tot ziens, hè? Ja. Hey, pas op. Oh, was bijna de vijfde eruit geworden. Nou, dit wordt dan de vijfde. Het is een raar geval, hè? Nou, ik vind het wel geinig. Is je niets van die zoon van drijfhout? Ja, ik geloof wel dat hij zo heet, ja. Is hij hier ergens in de buurt? Ja, hij is daar in de glashandel. Bedankt. Thank you.
Hey, goedemiddag. Hi, hallo. Ja, er was niemand thuis en toen zag ik de achterdeur openstaan. Toen ben ik gelijk aan het werk gegaan. Zeg, zoekt hij daar iets? Ja, lek. Hey, geef me die waterpomptang even aan. Loodgieten, dat is mijn vak. Zeg, ik wist anders niet dat er een lek was. Oh, nee. Nou, dit is anders opgebeeld dat de zaak hier regelmatig blank staat. Die grote schroevendraaier even, die rode. Ja. Wat gek dat mijn moeder er niks van heeft verteld. Zeg, dit is toch de Alexanderstraat nummertje 4? Ja, dat klopt, ja. Nou, dat wees heb ik van kantoor gekregen. Zeg, er is hier nou geen lek te bekennen. Huh. Maar ja, het kan natuurlijk zijn dat het daar ergens beneden is, niet waar? Oh, nee, daar is alles prima in orde, dat weet ik zeker, nou, ja. Nou ja, vaak in die kelder, hè, die loopt. Nee, dat is allemaal uitstekend, prima, ja. Oh, ja. Zullen ze op kantoor een fout gemaakt hebben, hè? Die mensen maken een fout, die jongen tegenwoordig. Ik zal je vertellen, vorige week, hè, laten ze mij de halve stad afrijden op zoek naar een adres. En wat denk je? Adres blijkt niet eens te bestaan. Nou ja, hè. Zeg, aju, hè. Ja, aju, hè. Felix, ben je al bezig met die ruit? Ja. Hé, komt dat hier? Felix, heb jij dat uitvindersblad gekocht? Ik, hè? Nee, alleen een ruit. Zal ik nou eens een lekker kopje koffie zetten? Hier staat het, zwart op wit, in ons volgende nummer, de gewichtloos makende machine. Een sensationele uitvinding. Nou ja, dat is toch prachtig, schat. Nadat jarenlang zwoegen hebben ze nou eindelijk eens aandacht voor die uitvinding van je. Maar snap je het dan niet? Niemand weet iets van mijn uitvinding af. Het gaat om iemand anders. Iemand anders wil met de eer gaan strijken. Maar zo waar als ik Quirinus Drijfhout heet, die uitvinding die zal mijn naam dragen. Die machine die moet af voordat het volgende nummer uitkomt. Kom, Felix. Thank you.
Peter, is er iets? Nee hoor, ik heb het al. Oh, wat is dat een leuk ding geworden? Dat moet je straks aan papa laten zien. Die wilde altijd piloot worden in zo'n toestel. Nou, ik weet nog niet wat ik wil worden. Piloot in ieder geval niet. Het zou trouwens toch niet kunnen. Nee hoor. Maar er is nog zoveel dat je wel kunt. Hoe ging het op school vandaag? Nou, goed hoor. Viel het nogal mee? Met die achterstand? Ja hoor. Oh mam, volgende week gaan we op het schoolkamp. Hm? En dan mogen we op de slotavond mogen we de musical opvoeren. Gaan we elke nacht lekker keten, jongens? En de meiden pesten. De meiden? Ik dacht dat je meer een oogje op de juf had. Ach, lul. De juf slaapt natuurlijk bij de meester in de tent. Nee hoor, de juf slaapt lekker bij ons. Ga jij dan ook mee? Ja, waarom niet? Nou ja. Maar hoe moet het dan? Ach man, doe niet zo stom. Hoezo stom? Hij kan toch nergens aan meedoen? Tuurlijk wel. We kunnen hem toch helpen? Ja, met sporten zeker. Ja, dan met sporten niet. En met de speurtocht ook niet. En waarom niet? Nou, met zo'n karretje door het bos. Of willen jullie hem er niet bij hebben? Ah, jawel, wat kan mij dat nou schelen? Maar als hij er altijd bij moet zitten, is er ook niks aan. Ja, dat zeg je nou maar wel. Maar als jij dat ongeluk had gekregen, dan praat hij wel anders. Ah, jullie moeten jullie niet zo aanstellen. Hou jij dan op met die stomme opmerkingen? Jullie gunnen die jongen ook niks, hè? Ik zeg toch niet dat hij niet mee mag? Ik bedoel alleen maar... Heb je nou je zin? Hey jongens. Ja, hier. Verdomme. Hier. Ja. Oh, hey. Hey, help eens even. Zit je vast? Ja. Nee. Nou, karre dan maar. Hoi. Hey, vieze, het gewicht met je natte neus. Je maakt me helemaal nat. Nou, hij is best lief hoor. Alleen niet voor poesjes. Dan wordt hij helemaal gek. Hey, Kwikki, kijk daar eens. Poesje, pak ze. Poesje daar. Ah joh, zit hem nou niet te pesten. Je lijkt Freddy wel. Hey, ik vond het wel stom van vanmiddag. Wat? Nou, van het kamp en zo. Nou, dat. Ik weet trouwens toch niet of ik meega. Tuurlijk ga je wel mee. Ik zal er wel voor zorgen. Oh, jij zorgt helemaal nergens voor. Ik kan best voor mezelf zorgen, hoor. Nou, ik wil je toch alleen maar helpen. Nee. Ik wil je alleen maar helpen. Iedereen wil opeens Peter helpen. Zeker omdat ik niet kan lopen, hè. Nou, ik hoef jullie hulp niet. Zeker voor jou niet, trut. Hey, weet je wat je bent? Een verwaande rotzak. Ik weet best waarom sommige kinderen jou niet mee wilden. Ja, ik ook. Omdat ik in een karretje rijd. Nee, omdat je altijd de baas wil spelen. In de klas doe je ook altijd of je de belangrijkste bent. Maar zo belangrijk ben je heus niet hoor. Kom mee, Kwikki. Hey, Els. Rut. Ach, stik. Heb jij iets gevonden, Felix? Gevonden? Ja, wat zoeken we nou? Dat kristal natuurlijk. Nee, nog niet. Nee. Maar we komen erachter. We moeten erachter komen. Oh, ik ga wel even. Goeie
Goedemiddag, broertje. Is er nog wat nodig? Ik kom met spullen om van te smullen. Kauwgom misschien, pepermunt misschien, dropfetus misschien, studentenhaver misschien. Nee. Nee, meneer, we hebben echt niets nodig, hoor. Nee, dat ook niet. Nee, nee. Dit is trouwens slecht voor je kiezen. Dropfeest misschien, kauwgom misschien, zuurstokken misschien, spekken misschien, zouten punten misschien, toverballen misschien. Heeft u toverballen? Eén zak toverballen voor meneer is 75 centen. En heeft de vader nog wat nodig? Nee, mijn vader houdt niet van die rommel. Nee. Oh, maar ik heb geen geld bij me. Ogenblikje, meneer. Eén ogenblikje voor meneer. Pa, hebt u 3/4 voor me? Voor geld moet je bij je moeder zijn, jongen. Die heeft portemonnee. Ja. Oh, mama is niet thuis. Ja. Neem ik maar weer mee, want er ligt geen geld in huis. Dat zijn lekkere klanten. Oh, meneer. Ja, die mag je houden. Bonjour, broer. Oh, dankjewel. En tot ziens. Misschien. Felix, ik weet het. Het is het zero-kristal. Hier staat het. Waarom kijk je dan zo zuur, pa? Dat is toch geweldig? Jongen, het zero-kristal, dat is zoiets zeldzaams dat ik echt niet zou weten hoe ik eraan zou moeten komen. Het is een soort veredelde suikerverbinding. Van een onvoorstelbare hardheid. Hé, rood. Ik dacht dat die groen zou worden. Een toverbal, dat is ook een suikerverbinding. En ook hard. Jongen, geef die bal eens hier. Oh, dat is mijn bal. In dienst van de wetenschap. Zo, tussen de twee polen en nou het apparaat inschakelen. Nee, doe jij het maar. Ja. En nou de straler. Hou wat in die lichtstraal. Ja. Nou. Dat is wel iets anders dan zweven, pa. Hier, probeer die krant eens. Die is lichter dan die aspa. Ja. Schitterend gezicht, maar zweven voor geen meter. Hey! Felix, je kleren! Felix! Wauw! Stop! Oh! Hey. Hey! Het is wetenschappelijk verbluffend. Maar voor de rest een ramp. Ik moet dat zero-kristal in handen zien te krijgen. Want het is 1000 maal harder dan die toverbal. Jongen, als ik dat kristal heb, dan is mijn uitvinding af. Dan is de gewichtloosmakende machine een feit. Ja, maar hoe komen we aan zo'n zero-kristal? Zero-kristal, jongen. Ja, dat zeg ik. Nou, misschien. Ik heb een kennis. Er is een professor in Helsinki. Dat is een oude studiegenoot, is dat van me. Hé, hey, wat moet jij daar? Nou zomaar, ik hoorde... Ja, jij mag helemaal niks horen. En je mag zeker niet in die tuin zijn. En wegwezen. En vlug een beetje. Kst. Ja, meneer. Jongens, jullie moeten er wel rekening mee houden dat die decors ook te maken moeten zijn, hè? Dus het mag best gek zijn, maar we moeten het kunnen maken. Gaan we ook nog repeteren, juf? Nou, reken maar. Maar eerst moet dit af, jongens. Weet iedereen zijn rol nog? Ja!
Goed zo, goed zo. Nou, als iedereen dan straks ook zijn tekst nog weet, dan zijn we al een heel eind verder. Hé, maar juf, Peter heeft nog geen rol. Maar ik doe toch niet mee. Waarom niet? Of vind je het soms niet leuk? Nou, eens kijken. Ja, met die trappen, dat wordt natuurlijk wel een beetje moeilijk. Maar als we nou de poort hier naast de troon van de koning, als we die niet te smal maken, dan kun jij de ratie van de koning doen. Lijkt je dat wat? Ja. Kijk, dan kom je zo van hier aanrijden, door de poort, naast de troon van de koning hier. Red je dat met je wagen? Jawel hoor. Maar daar is toch water, juf? Ja, dat is hier. Mag die wel op tijd stoppen, anders rijdt hij zo de plomp in. Roept de koning, raadsheer, kronkedonkedon. Jawel, sire, plons, blub. Pas jij nou maar op, anders gooien we jou zelf straks nog in de plomp. Hé jongens, nog eens iets heel anders. Die elfjes, hè, die moeten zweven. Daar moeten we ook nog wat voor bedenken. Opblazen, net als een kikker. Een ballon onder hun rok. Hé, nee, even serieus. Kunnen ze geen propellers op hun rug hebben, juf? Ja, leuk, ik zie ze al aankomen. Bedenk jij zelf nou eens wat beters, Freddy? Ophangen aan een touw, juf. Kan toch? Ga jij zeker boven in de boom zitten om ze allemaal vast te houden? Ach, die is zo stom. Je kan ze toch vastbinden? Ah, man, dan zie je toch al die touwen zo? Ja, maar dan kan je toch plastic draden nemen? Die zie je niet, hoor. Ja, ik weet het niet, hè. Het kan geen bungelen zijn. Het moet echt zweven zijn, want die elfjes, die zijn gewichtloos. Hé, dan weet ik misschien wel wat. Hij wel. Wat dan? Ja, ik weet niet precies, maar morgen weet ik het in ieder geval wel, denk ik. Juf, jij schept alleen maar op, hoor. Professor, dat treft. Dirkse is de naam van de verzekeringsmaatschappij door schade en een schande. Ik zou graag even met u willen praten. Meneer, ik sta op het punt om weg te gaan. Maar dat treft, professor. Want stelt u zich eens voor wat er allemaal kan gebeuren als u op reis bent. En daar, professor, kan ik u tegen. Verzekeren? Meneer, er valt hier niks te verzekeren. Dat zegt u nu, maar uw huis, het kan in brand vliegen. Uw vrouw, uw laboratorium, uw... Meneer, ik heb u al verteld, ik sta op het punt om weg te gaan. Ik moet naar het vliegveld en zoals u weet, vliegtuigen wachten niet. Oké, jammer. Dan zal ik het even met uw zoon regelen. Pst. Ik voel dat het kwaad begint te worden. Maar professor, het gaat om uw veiligheid. Het gaat om uw zekerheid. Als u nou niet onmiddellijk mijn huis verlaat, dan lopen uw veiligheid en zekerheid groter gepaard dan de mijne. Maar ik heb ook polissen tegen vliegtuigongelukken, professor. Heb ik jou hier niet alles gezien? Jawel, meneer. Maar ik wou alleen maar vragen... En of... ik wil dat je hier verdwijnt. En vlug. Maar ik wou alleen maar vragen of ik... Ik zeg verdwijnen. Ben je doof? En laat ik je hier niet meer zien, hè? Jawel, meneer. Felix! Ja, pa? Felix, er lopen de laatste tijd te veel vreemde snuiters rondom het huis te gluren. Zorg terwijl ik weg ben om het Xerox-kristal te halen voor een goede alarminstallatie. Alarminstallatie? Ja. Het interesseert me niet hoe je het doet. Graaf kuilen, zet valstrikken, hang bellen, maar zorg er in ieder geval voor dat niemand hier ongestoord naar binnen kan lopen. Hey Els! Hey, waar was je nou? We hebben je de hele tijd gezocht voor de musical. Ik zou het toch gaan vragen van het zweven en zo. Oh ja, wat was dat nou? Nou, bij ons in de buurt woont er een professor. Die heeft een machine uitgevonden waarmee je dingen kan laten zweven. Hoe kan het nou? Nou, dat zeiden ze tegen elkaar. En kan jij nog gaan vragen of we die machine voor de musical mogen gebruiken? Ik hè? Dat kan je toch beter zelf doen? Ja, maar ik mag niet meer in zijn tuin komen. Hij heeft me er al 2 keer uitgeschopt. Nou, als zo'n kwaai is, ga ik er ook niet heen. Ja, maar jou kent hij nog niet. En stel je voor dat het lukt. En als dat niet lukt? Nou, dan hebben we pech gehad. Maar doe je het nou? Ja, waar woont hij precies? Alexanderstraat nummer 4. Maar ga je nu meteen? Ja, ik heb nu geen tijd. Maar misschien morgen voor de repetitie. Oké, maar nog tegen niemand iets zeggen, hoor. Nee, natuurlijk niet. Na
Nou, het heeft wel een hele dag geduurd, maar pa zal bijzonder trots zijn als hij zo direct thuis komt. Jij dacht hier een beetje in die tuin rond te kunnen neuzen, hè? Maar zo is het niet. Kom jij maar eens eventjes gauw mee naar binnen. Laat me los! Loslaten? Je denkt toch niet dat ik dit allemaal heb gemaakt om je los te laten? Je gaat mee naar binnen. Au, je doet me pijn! Au, je doet me pijn? Nou ga je helemaal mee naar binnen. Help! 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 Waar is dat loede van een heks? Ik ram haar met haar eigen bezemte in elkaar. Nee, Freddy, zo staat het niet in de tekst. Ja, maar juf heeft toch gezegd dat we met onze eigen woorden moesten zeggen? Ja, maar dan moet je er wel aan denken dat je nu niet Freddy bent, maar een edelmoedige prins. Hè? Dus dat gaat nog een keer over. We beginnen met de elfjes. Help! 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 Waar is die vermaledeide heks? Ik ransel haar af met haar eigen bezemsteel. Ja, dat is beter. Ik heb er niets van. Ze is anders altijd op de repetitie. Waar kan die nou toch zijn? Ik zou het niet weten. Billy weet heus wel waar ze is. Ach man, hoe weet jij dat nou? Nou, ik hoorde jullie gisteren praten. En toen zei tegen haar dat ze tegen niemand mocht vertellen. Nou, vertel op, wat is het? Man, daar gaat jij helemaal niks aan. Oh nee, het is toch al mijn zus. Ze moest zeker weer wat doen wat je zelf niet durft, hè? Hé, kom nou. Els zou heus wel komen, jongens. Laten we dit gedeelte nog maar een keer overdoen. Prins Valentijn, op je plaats. Ik kom er toch wel achter. Nou, geen tranen meer nou hoor, want daar kan ik niet tegen. Wil je een toverbal? Ja, die heb ik ook al niet meer. Ja. Wat kwam jij hier eigenlijk zoeken, Nou, gewoon aan die professor vragen voor die uitvinding. Uitvinding? Welke uitvinding? Van die machine en het zweven en zo. Oh, wat verschrikkelijk. Wat weet je eigenlijk van die uitvinding? Niks. Mag ik nou alsjeblieft naar huis? Naar huis? Nou, je moet hier blijven, tot pa komt. Nou, doe dat alsjeblieft nog niet, hè. Ja, waar laat ik het nou zo gauw? Ah, ja, kom mee. Nee, alsjeblieft. Kom mee. Ik vind het ook echt verschrikkelijk. Ja, het moet. Nou, ja, ze zijn eigenlijk voor moe. Maar ja, dit is overmacht. Hier, ze zijn allemaal voor jou. Eet ze maar lekker op, maar hou alsjeblieft op met het huilen. Wel allemachtig, daar heb je hem weer. Ach, nu zijn we vast. Goh,
was het Nero-kristal. Nero-kristal. En Felix had nog wel een alarminstallatie zullen maken. Hé, hey, jij daar! Hier blijven! Blijf! Oh. Helemaal, ik ben het. Het werkt, pa, die alarminstallatie. Komt dat nou allemaal door dit kristal? Oh, is dat het nou, pa? Laten we meteen gaan proberen. Ja. Mevrouwtje, waar is de patiënt? Patiënt? Is er iemand ziek? En mevrouwtje, de professor is toch niet in orde, hè? Mevrouw? Quirinus, voel je je niet goed? Ik voel me vandaag uitstekend. Mm, dat is een veel voorkomend verschijnsel. Hé, hey, wat moet u hier? Weg! Plotseling opkomende agressiviteit. Hij ziet er niet zo best uit, zegt u eens. De professor, professor, dit is de bedoeling niet. Nee. Mijn tas! Voorzichtig, jongen, voorzichtig. Dat is het enige stukje kristal dat in heel Europa te vinden is. Als je het laat vallen, zijn we geruïneerd. Hier daarmee. Komt er nou weer zo'n grote knal? Dan zijn we ook geruïneerd. Zo. Felix? Ja. Oh. Nou moet hij werken, pa. Nou moet de zero-straler werken. De zero-straler, jongen. Ja, dat zeg ik. Felix, houd dit eens in de straal. Ja. Hij zweeft. Hij zweeft. Wetenschappelijk verbluffend. Lang zal die leven. Lang zal die leven. Agnes, Agnes, ik ben toch niet jarig? Nee, nee, maar het is wel feest, pa. We worden beroemd. Wat moet je nou met dat bureau? Hè? Nou, ik probeer of zware dingen ook kunnen zweven. Oh, wacht. Dat doen we anders. Wacht, pa. Hier is er nog één. Nee, één is genoeg. Hartelijk gefeliciteerd en nog vele jaren. Agnes, ik ben toch niet jarig. Kijk, kijk eens wat ik voor deze gelegenheid gekocht heb. Een grote Franse kaars voor Quirinus. En Felix, een reuzenzak met toverballen. Oh, wat een zak, hè? Zou even? Hou eens vast. Hoe kan dat nou? Nou, dat zoek ik nog wel eens uit. Maar we gaan nou naar de kamer waarbij Franse... Ja. Kaas wordt Franse wijn. Felix, ja? Haal jij eens een paar flessen uit de voorraadkast. Ja.
Felix, is er wat gebeurd? Zo te horen wel. De hele handel is omgevallen. Maar ik heb je al zoveel keer gezegd dat je de boel niet zo hoog op provisie kan. Nou, geen geruzie. Van alles te zweven. Jeetje, dat is nou net wat we nodig hebben voor musical. Nou, ik ga het niet meer vragen hoor. Ik heb nou lang genoeg in die kast gezeten. Hé, wat stom nou, verdomme. Dan weten we dat dat ding werkt en dan hebben we er helemaal niks aan. Nou, daar kan ik toch niks aan doen? Ach, als je nou gewoon had gezegd van... Had het wel zelf gevraagd als je het zo goed weet, maar je durfde niet. Ach, niet durven, je weet best dat die vent hartstikke kwaad op me is. Maar daarom hoef je nog niet kwaad op mij te zijn. Ik kwam hier expres naartoe om het je te vertellen. Wat heb je dan thuis gezegd? Niks, ik zei alleen dat ik Quickie uit ging laten. Stomme garnaal dat ik ben. Felix, heb jij het apparaat uitgedraaid? Nee. Felix! Het is weg. Kristal is weg. Zomaar ineens de hele zero-straler met kristal en al. De hele zero-straler? Hoe kan dat nou? Felix, stel niet zulke stomme vragen. Hoe kan dat nou? Gaan we nou weer naar Helsinki? Agnes, ik heb je al verteld dat dat stukje kristal het enige stukje was wat in heel Europa is te vinden. En het is gestolen. Zal ik de politie bellen? Nee! Geen politie. Dan staat morgen alles in geuren en kleuren in de krant en mijn uitvinding moet geheim blijven. Felix, je jas. Ja. Gaan zelf zoeken. Ja. Ja, maar wie? Die jongen. Dat meisje. Nou, ik weet toch zeker dat het die jongen was. Ach, dus je hebt hem toch zelf gezien? Die jongen die moet het gedaan hebben. Die rijdt al dagenlang en je stiekem door de tuin. Ze is weg. Ik had erop gesloten en ze is weg. Kom op, Felix, we moeten die jongen te pakken krijgen. Het is een meisje, pa. Jongen of meisje, dat interesseert me niet. Nee, we moeten die zero-straler te pakken zien te krijgen. Zero-straler? Ja, dat zeg ik. Schiet op! En heeft hij helemaal niet gezien dat je weggelopen bent? Volgens mij niet. Hij lag helemaal onder de dozen. Ik heb ook zijn zak toverballen nog meegenomen. Wil je er een? Nee, dank je. Bewaar me tot morgen in de bus, kun je ze uitdelen. Hé, Gerts, Quickie, geef hier. Kom, hier. Hij heeft hem ingeslikt. Gelijk heeft hij. En hij moet ook nog plassen. Oh, dan kun je hem wel even buiten de deur zetten. Of loopt hij dan weg? Nee hoor, kom. Nou, zo zegt hij er geloof ik uit. Nee, zat dat er nog op? Zo zegt hij er geloof ik uit, hè? Ja, en als het hier dat ding. Stel je voor dat ik zo'n zero-kristal had, zeg. Dan zou ik het er zo in zetten. Psst. En dan even de straal richten. Of nee, wacht. Dan doe ik het net zoals de professor met een spiegeltje. En als ik jou dan kwijt wil, dan zou ik zo die straal op jou richten. En dan zou ik gauw zo het raam open doen. En dan vloog je er zo uit. Voor de rest een ramp, want dat betekent dat de zero-straler inderdaad gestolen is. Ja, maar dat betekent ook dat de zero-straler hier nog in de buurt moet zijn.
Oog open, Felix. Kijk of je de jongen hier ergens in de buurt ziet. Het is een meisje. Felix, Felix, je weet toch wel het verschil tussen een jongen en een meisje? Shh. Kijk, het verschil tussen een jongen en een meisje is... Shh. Achter het raam, daar zit hij. Daar zit ze. Nee, ik bedoel die jongen. En ik bedoel het meisje, want dat had ik vanmiddag te pakken. Dan hebben ze er allebei mee te maken. Zie je waar hij mee bezig is? Hij bouwt de zero-straling aan. Ik bel aan. Nee. Komen de ouders er ook achter en dat mag vooral niet. Ik weet wat beters. Morgen vroeg, als ze naar school gaan, dan wachten we ze op. Dan zullen we een hartig woordje met ze praten. Maar zijn vader en moeder zijn erbij. Dan kunnen we nog niks doen. Hey daar! Zeg, wil je als een gesmeerde bliksem weggaan? Meneer, dit kan ik uitleggen. Wat uitleggen? Niks uitleggen! Ja, nee, moet u luisteren, meneer. Wat luisteren, verdomme? Weg! Ah, meneer, dit is een misverstand. Moet luisteren, meneer. Weg! Wat? Weg die rotzooi! We zullen niet eens op Freddy moeten wachten. Wat heb je daar nou in die koffer? Spullen voor een musical, pa. Kom jongens, instappen! Anders raken we achter op het schema. Naar Martine, hup, daar binnen jij. Waar je nou mijn koffer, joh? Kunnen we rijden, generaal? Ja, ik geloof wel dat we er allemaal zijn. Voor klaar? Ja! Achter klaar? Ja! Krijg nou wat? Is er wat, chauffeur? Of er wat is? We gaan omhoog! Pa, de bus? De bus? Waar? Daar. Wetenschappelijk verbluffend. Ja, maar voor de rest van Rampels hebben de Giro's er allebei zich. Ach, erachteraan. Ja. Zitten blijven. Er is wat mis, maar als je maar rustig blijft, dan gebeurt er niets. Ik wou dat ik er zo zeker van was. We gaan wel weer naar beneden. We gaan steeds hoger. Nou, hier heb ik ook niks meer aan. En nu? Ja, maar daar kan ik u niks over vertellen. Of dacht u soms dat het mijn dagelijks gewoonte was om met een vliegende bus op stap te gaan? Meester, hoe kan dit nou? Dit is onverklaarbaar, jongen. Volstrekt onverklaarbaar. Ik denk dat ik wel weet hoe het komt. Hiro, hij wel. Nou moet je niet alles beter willen weten, Peter. Wetenschappelijk kan dit eenvoudig niet. Opschepper? Nee, moet jij zeggen, jij weet er helemaal niks van. Oh nee, jij dan wel? Ik weet in ieder geval hoe het komt dat deze bus vliegt. Toevallig weet Peter er anders meer van als jij, hoor, Freddy. Beetje verliefd, zus. Hij wist toch ook zo goed hoe hij de elfjes kon laten vliegen? Nou, hoe dan? Ach, barst, man. Je weet het zeker niet, hè? Ik weet het best. Nou, hoe dan? Met een machine met een zero-kristal erin. Help maar, help het
trappen, pa. Dan gaan we wat harder. Wat? Wat zeg je me daar aan de trappen, jongen? Trappen! Wat? Trappen! Nou, dat zeg ik. Ja. Ja, we halen hem erin, pa. Ja, zo gaat hij goed. Opa. Oh, opa. Oh, opa. Attentie, aandacht voor de generaal. 1, 2, test, 1, 2, test. Kunnen jullie mij verstaan? Ja, dan moet u wel door het ding blijven praten. Oh, ja. Horen jullie mij? Jongelui, ik weet niet hoe lang dit zal duren, maar wat er ook gebeurt, we moeten zorgen dat we niet in paniek raken. Daarom stel ik voor om ter afleiding... om ter afleiding... We kunnen de musical repeteren. Ja! Nee, nee, hoor, dat volstrekt niet. Dat wordt lopen en dan gaat de bus schommelen en wie weet wat er dan gebeurt, niet waar? Nou ja, zullen we dan een liedje uit de musical doen? Ja! Of is het ook... Nee, nee, ik denk van niet, zeg. En zingen houdt de moed erin. Nou jongens, daar gaan we. Vliegen zonder vleugels, zomaar helemaal vanzelf. Ik zou willen vliegen, zo geluisterd als een elf. Even willen zweven, als een goede toverfee. Vliegen zonder vleugels, met de vlinders mee. Moet je nagaan waar je dan wel over wel kunt komen. Naar het sprookjesland waarvan je nooit had durven dromen. Zweef je netjes volgens plant erboven vets en bomen. Ongehinderd als een vlinder vlieg je door de lucht. Vliegen zonder vleugels, zomaar helemaal vanzelf. Ik zou willen vliegen, zo geluisterd als een elf. Even willen zweven. Nooit meer doen mijn voeten pijn, want ik hoef niet te lopen. Als ik ergens vlug wil zijn, zet ik het venster open. Vlieg ik buiten, vlug naar buiten, waarheen ik maar wil. Vliegen zonder vleugels, zomaar helemaal vanzelf. Ik zou willen vliegen, zo geluisterd als een elf. Even willen zweven, als een goede. Ja, de weg loopt hier verkeerd. We moeten rechtdoor. Nou, dan gaan we rechtdoor. Ja, nou, dat zeg ik. Pa? Kom nou, ga weg. Nee, jij komt nou, pa. Help dan even. Zeg, wat hoor ik nou, makker? Weet jij hoe het komt dat deze bus zweeft? Tenminste, dat zei jullie toch of niet soms? Ja! Nou, ik weet het niet zeker, maar ik ken een professor die heeft een machine uitgevonden waar je dingen mee kan laten zweven. Ja. Nou, dat is het wel. En het komt door het zero-kristal. Ja, maar weet je ook hoe ze weer neerkomen? Neerkomen?
Ja, ik bedoel, komt die zachtjes naar beneden of ineens? Klap, boem. Dat weet ik niet. We moeten die professor waarschuwen. Die is de enige die ons kan helpen. Ja, maar hoe? Toeteren zal niet veel helpen. We moeten hulp halen voor het te laat is. Nou, daar is de deur. Hey! Is hem helemaal verdonderd? Godzijdank, pas houden. Ja. Geef me maar een hand. Ja. Voorzitter. Kom maar. Kom. Ja. Wat deed u nou? Ja, ja, u zei dat. Ja, ik... ja. Maar goed, we moeten iets doen. We moeten iets verzinnen. Heeft iemand van jullie soms een beetje een leuk idee? Oh ja. Wat? Aan de toren vasthaken. Ja. Hé, hey, Tillis, wat zei je? Nou, als we langs een hoge toren komen, kunnen we proberen het haantje te pakken. Maar dat is het natuurlijk. We moeten een soortement van anker maken. Wacht, ik heb voor de bus nog een paar van die sleepkabels liggen. Nou ontsnappen ze ons toch nog. Pa, een roeiboot. Ja, oh ja, pa, goed zo. Kom erin. Kom erin, pa. Nou, kom nou. Ja, oh ja, pa, goed zo. Ja. Kom op, pa, peddelen. Met wat dan? We komen geen steek vooruit. Vind je dat gek? Wat ik vast heb, laat ik niet meer los. Zeker niet als het van mezelf is. Kom nog maar eens uit. Kom er maar uit. Ja, ik kan het u uitleggen, meneer. Kijk eens, we zitten achter een vliegende autobus aan en toen konden we niet verder en toen zagen we die boot zagen we liggen. Kijk eens aan, een vliegende autobus, zoe maar. Precies, en nou u toch hier bent, kunnen we misschien die boot lenen om even naar de overkant te gaan? Jullie denken, zo'n stomme boer kan je van alles wijs maken, hè? Nee. Je vertelt hem maar wat van een vliegende autobus en je pikt hem zijn boot af. Nee, dat denken we helemaal niet. Nee, en zeker niet dat u stom bent. Nou, blijf dan hier niet staan en maak dat je wegkomt. En vlug wat? Wat zegt u? Of ik prik je maar in. Nee! Meneer, mag ik u even vragen, hebt u toevallig een vliegende autobus over zien komen? Nee! Nee! Nou, kijk eens jongens. Ankertje of niet, hè? Dan moeten we alleen nog iets zien te vinden waar we hem vast kunnen maken. Kijk daar meneer, een flat. Nee, is te laag. Een toren, daar meneer. Een toren? En we drijven precies in de goede richting. Nou, Ari, laat nou maar eens zien wat je bij de zevenkennis geleerd hebt. Hup! Even kaken op elkaar, jongens. Ik moet me kunnen concentreren. Hij hangt! Kan dat, rustig blijven, rustig blijven! En vooral niet schommelen! Stel je voor dat hij weer losschiet! En wat nu? Nou, ik ga naar beneden. Langs dat touw? Ja, als er een lift was geweest, dan zou ik die wel genomen hebben, hè? Zeg, Peter was zijn naam geloof ik niet. Ja. Hoe is de naam van die professor? Quirinus Drijfhout, meneer. En hij woont in de Alexanderstraat. Drijfhout, ha. Dan zal ik die Drijfhout eens gaan opzoeken. Kijk, als hij een bus laat vliegen, dan moet hij hem kunnen laten landen ook. Alle mensen, wat een belangstelling. Het lijkt wel een circusvoorstelling. En dan treedt nu voor u op de vliegende Hollander. Oh, wat een hoogte. Zal ik maar niet liever gaan, chauffeur? Generaal, blijf bij uw troepen. Thank you.
Hoera, hij is er, hij heeft het gehaald! Nee! Mijn bus! Meester, we zijn weer los! Sta er niet zo stom te kijken, maar doe wat! Allemachtig, wat zit die hoog zeg? Ik word al duizelig als ik er naar kijk. Wat doet die man daar? Die kwam daar uit de bus. Kijk maar, die kwam van die kant. Hè? Bus? Ja, een bus. Felix, kom! Ja. Ja. Ja, hoe het allemaal gaat zal mij een zorg zijn. Wat mij interesseert is alleen maar dat die bus naar beneden komt. Nou, vanzelf. Op een gegeven moment dan gaat hij net zoals hij omhoog is gegaan, vanzelf weer naar beneden. Ja, maar wanneer is dan dat gegeven moment? Sst, dat zou ik echt niet durven zeggen. Nou, daar ben ik er mooi klaar mee. Ja, maar als hij naar beneden komt, dan moeten we wel ter plekke zijn. Ik ook. Mijn baas zal misschien aankomen zonder bus. Nou, laten we naar die kant op gaan, want in die richting zijn ze verdwenen. Kom, kom, Felix. Dames en heren, de voorstelling is voorbij. U wordt vriendelijk bedankt voor uw belangstelling. Een karretje dat op de zand wegreed, de maan scheen helder, de weg was breed. Ah, nee, mond. Ik heb mijn paard niet tegen. Nou, zo te horen ga jij er minder tegen dan het paard zelf. Kan ik niet wat sneller? Nee. Hé, hey, man, uit de weg, joh. We hebben haast. Het was donker in het bos en de wind die gierde door de bomen. En plotseling kwam er een beetje een huilerig geluid uit de ruïne. En de rovers die aarzelden, want die wisten dat het kon spoken in de ruïne. En plotseling sprong de roverhoofdman op en die brulde: we zakken! Nee! Nee, echt, we gaan naar beneden. Goeie genade. En alles wat je onder je ziet is bos. En geen beweging. Zo, en nou op jullie tenen uitstappen en niet stampen. Stel je voor dat hij straks weer omhoog gaat. Jullie mogen daar niet staan. Hebben jullie de borden niet gezien? Nee, daar in de lucht hebben we helemaal geen borden gezien. Ah, wat zijn we grappig. Waar zijn de kaartjes? Kaartjes? Doet u nou niet net of u niet weet waar u bent? Nee, dat weten we werkelijk niet. Nou, dan zal ik u dat eens haarfijn vertellen. U staat hier midden op het picknickveld van een groot pretpark. Pretpark? Maar die pret zal voor u niet van lange duur zijn. Onmiddellijk instappen en verdwijnen. Zolang meneer Arie er nog niet is, kunnen we toch niet weg, hè? Bestaat er niet de mogelijkheid om alsnog kaartjes te kopen? Ja, als de zaken zo staan. Maar die autobus hier, die moet onmiddellijk verdwijnen. Nou, dat wordt nogal moeilijk. We zullen toch eerst op de chauffeur moeten wachten. Nou, waar is die dan? Huh? Die is onderweg uitgestapt. Uitgestapt? Ja, op een torenspits.
Nou, ze hebben wel een gezellig plekje uitgekozen om te landen. Ah, daar zijn ze. Ah, wacht. Nee, Felix, wacht. Ze mogen ons niet zien. En? Zijn de troepen veilig geland, generaal? Dat kunnen we wel stellen, ja. En mijn bus? Ja, die staat daar, maar hij moet onmiddellijk weg, want daar mag hij niet staan. Ik ben al lang blij dat hij weer staat. Ja, 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 maar hij moet nu naar dat parkeerterrein. Oh, dus als ik het goed begrijp, dan blijven we nog even hier. Ja, nou we toch hier zijn, hè. Zo, jongelui, gaan jullie maar eens fijn pret maken, hè. Daar is het tenslotte een pretpark voor. Maar luister, luister. Over 2 uur hier weer allemaal verzamelen, hm? Echt niet voor mij terug te komen, hoor. Dat doe ik ook helemaal niet. De speeltuin is niks aan. Ik ga veel liever naar het Sprookjesbos. En jij? Oh, daar wou ik ook net naartoe gaan. Weet je, ik ben hier al eens eerder geweest met mijn vader en moeder. En daar verderop is er een man met een hele lange nek. Waar sta je nou te kijken? Daar zijn de kinderen. En daar is juf. Oh, wat lief, hè? Schiet hem op, anders zijn we ze kwijt. Kom! Niks van. Hé, hey, kijk daar. Laten we daarheen gaan. Oké. Okay. Dat hadden jullie niet verwacht, hè? Ja, vertel op. Waar is het? Wat? Wat? De zero-stralen natuurlijk. De zero-stralen. Ja, dat zeg ik. Zero-stralen? Nou, kom. Doe nou niet net alsof je er niks van af weet, hè? Die bus die ging echt niet uit zichzelf vliegen. Dat kwam door die zero-stralen die jij van me gestolen hebt. Gestolen? Ik? Dan heb jij het gedaan. Oh, niet waar. Ik heb niks gestolen. Jij hebt het niet gedaan en jij hebt het niet gedaan. Wie heeft het dan wel gedaan? Hé, hey, makker. Ben jij een nieuwe? Ja, net aangenomen. Wil je dan wel hier blijven? Want hier moeten de kaartjes gecontroleerd worden. Ja, ik wou eventjes een kijkje nemen. Kijken doe je in je vrije tijd maar. Hier moet gewerkt worden. Ja, even kaartjes. Ahem. Hier komen. Een kaartje. Dank u. Ik begrijp het. Toen jij ons hoorde praten, toen dacht je, dat is iets voor mijn musical. En ik maar denk dat je aan het spioneren was. En toen kwam jij er ook nog bij. Wat een toestanden. Er is één ding wat ik niet begrijp. Die bus die ging vliegen. Dus dan moet er toch iemand in die bus geweest zijn. Precies, ja. Met de zero-straler. Ja, dat zeg ik, ja. Kan niet anders. Hoe groot is dat ding? Nou, ja, hij kan in een tas. Of in een koffer. Een koffer? Wat is er? Nou, niks. Misschien... Maar jullie moeten hier blijven. Ik ga alleen. Weet jij dan iets? Misschien. Wacht maar even. Hey, Freddy! Ja? Eens komen kijken, joh. Nee, niet tegen de anderen vertellen. Kom op. Wat is er voor bijzonders te zien? Ah, dat zie je zo wel. Ah, dan is het geheimzinnig, joh. Vertel op, wat is daar te zien? Nou ga je in die hoek staan. Ja. En dan daarheen kijken.
Wat doe je nou weer, idioot? Waar heb je dat ding gelaten? Welk ding? Dat je bij professor Drijfhout gepikt hebt. Ikke? Ja, jij. Ik heb heus wel gezien dat je me achterna gekomen bent. Toen ik bij de professor ging praten. Ach, je bent hartstikke gek. Au. En ik weet ook wel waarom je het gedaan hebt. Om mij te pesten. Als ik die uitvinding niet had kunnen krijgen om de elfjes te laten vliegen, had jij lekker in de klas kunnen vertellen dat ik een opschepper ben. Dus dat bedoel je met echt te laten vliegen? Maar ik heb niks gestolen en ik wist niet eens dat een machine bestond. Jawel, en ik weet ook waar je dat ding hebt, in die bruine koffer. Die koffer? Weet je hoe ik daar aan kom? Die is van die man die eerst bij het bloemenkraampje stond. Die heb ik ook wel eens meer gezien in de tuin van de professor, toen ik daar... Toen je mij achterna kwam? Ik zat je helemaal niet achterna, maar nou ja... Nou? Nou, gewoon, ik dacht... Omdat Els niet op de repetitie kwam, jullie zo geheimzinnig deden. Ik dacht dat er misschien iets met haar gebeurd was. Het kwam toch voor haar en niet voor jou? Het is toch mijn eigen zus? Ja, als jij het niet gedaan hebt. Hé, die keren natuurlijk. Kom mee. Laten we de koffer gaan halen. Ja. Toen jij weggestuurd was bij de professor, hè? Kwam die matenbosjes en belde aan. Dit is hem. Niets. Maar dit zijn wel de vermommingen die hij gebruikt heeft. Volgens mij moet hij het wel gedaan hebben. Ja, maar hoe krijgen we hem te pakken? Ik weet niet eens hoe die eruit ziet. Nou zo. Daar loopt hij. Zullen we hem pakken? Ah man, dat red ik nooit. Ga jij dan de andere waarschuwen? Dan hou ik hem in de gaten. Kijk uit, hij komt hier naartoe. Hé hey daar, blijf staan! Dus als we de boef niet te pakken krijgen, dan krijgt de professor nooit meer zijn uitvinding terug. Dus helpen jullie mee? Ja! Daar komt de boef aan. Hé, hey, wacht even! Ja, nu! Kom op! We'll be right back.
Hagen weg, joh. Vader en mama's huis te pakken. Weet je, we moeten hem zien te krijgen. Als hij er geen erg in heeft. Ja, maar hoe wil je dat dan doen? Nou, jullie halen zo de musical pakken uit de bus. En dan gaan jullie naar de pastoorhuisjes in het Sprookjesbos. Die kennen jullie, hè? Oké, jongens, nou is het net echt. Maar jullie moeten wel doodstil blijven staan, anders merkt hij het. Freddy en René, jullie gaan die kant en dan jaag je hierheen, oké? We hebben je overal gezocht. Heb je de dader gevonden? Ja, dat is hem. Die ken ik. Ik ook. Hé hey daar, hé! Hey. Hé, hey, wat heeft dat allemaal te betekenen? Dat rent en dat rost maar dwars door alle parken. Wat denken jullie wel? Het is hier een pretpark en geen Wild Westen. Bent u de onderwijzer? Nee, hij is de dief. Dief? Dat kan me niet schelen, ik ben de directeur. Huh? Huh? Wat zegt u? De dief? Ja, meneer hier heeft hoogst persoonlijk in mijn uiterst geheime uitvinding gestolen. Ja, de zogenaamde zero-straler. Zero-straler. Ja, dat zeg ik. Nou, wordt het helemaal mooi. De dief in mijn pretpark. Daar haal ik de politie bij. Nee, ik heb helemaal niks gestolen. Wat doet u dan in mijn tuin? En in de keuken. En in mijn laboratorium. Wie bent u eigenlijk? Punt. Punt, Alfons Punt is mijn naam. Ik ben hoofdredacteur van het uitvindersvakblad De Reageerbuis. Wacht eens even. Dan heeft u dus in dat blad geschreven dat in het volgende nummer een stuk over de gewichtloosmakende machine komt. Ja. Ja, ik wist natuurlijk wel dat u me daar niks over wou vertellen. Vandaar dat ik wel met een list moest proberen iets te weten te komen. Hij heeft het ook niet gedaan. Oh. Gelukkig. Dan is de zaak dus opgelost. Er is helemaal niks opgelost. Dat ding is en blijft weg. Wat een ellende zeg. Ik heb ook al geen toverballen meer. Wilt u een toverbal? Ik heb er nog zat. Ja, dankjewel. Dat zijn mijn toverballen. Klopt. Ik heb ze meegenomen toen u me opgesloten had. Ziet iemand hier een paarse lichtstraal? Want de zero-straler moet hier ergens zijn, anders kan hij niet de hoogte ingaan. Fantastisch. Geweldig. Zoiets zou ik in mijn pretpark moeten hebben. Jongens, wat hadden we nou afgesproken? We zouden verzamelen bij de hoofdpoort. Kunt u vliegen? Ja, zoals u zag. Mag ik me even voorstellen? Felix Drijfhout. Ik weet het. Felix, het zijn de toverballen die je hebben laten zweven. Is er misschien iets in de bus mee gebeurd? Nee, er zijn er alleen maar een paar op de grond gevallen. Ja, daardoor ging de bus omhoog. Dat komt omdat je ze in de lichtstraal hebt gehouden. Daardoor hebben ze nou de kracht om te laten zweven. Hé, hey, juf. Oh, sorry. Ik denk dat ik weet waar de zero-straler kan zijn. Waar dan? In het laboratorium. Wat? Hoe bestaat het? Hoe bestaat het? Of het nooit weg is geweest. En punt gaaf. Hoe ben je dan nou eigenlijk opgekomen? Nou, ik wist het niet zeker, maar toen u stond te praten over die lichtstraal, toen zag ik nog net juf, dat spiegeltje. En toen dacht ik, misschien is er hier in het laboratorium ook wel een spiegeltje en is de zeerstraler door zijn eigen lichtstraal getroffen. Zal ik eens kijken of hij het nog doet?
Daar gaat hij. Daar gaat hij. Wetenschappelijk verbluffend. Door zijn eigen straal getroffen. En jij kwam op het idee. Jij moet uitvinder worden. Jij. Maar professor, wat bent u nou van plan met die uitvinding te gaan doen? Oh, dat weet ik niet. Maar ik vind het niet zo belangrijk. Ik vind iets uit om het uit te vinden. Daar heb ik nou eenmaal mijn plezier in. Ja, maar pa, andere mensen kunnen we er ook best plezier van laten beleven. Ja, maar stel je voor dat mijn uitvinding in handen komt van mensen die er verkeerde dingen mee doen. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Ik weet anders wel iemand die die machine dolgraag zou willen hebben. Oh ja? Die directeur van het pretpark. Ja, dat doen we. We geven hem aan het pretpark. Dat vind ik een goed idee. Ja. Of mijn uitvinding nou hier staat of in het pretpark. Ja, ja, dat doen we. Ja. Ja, voor jou heb ik mijn rot moeten zoeken. Weg! Oh, pa, we worden beroemd! Wat een geweldige aanwinst voor ons pretpark betekent. En omdat dit allemaal vooral ook de toedoen van de kinderen zo gelopen is, zou het mij een eer zijn als zij hun musical, waarvan ik gehoord heb, hier in ons feesttheater zouden willen opvoeren. Yeah! En dan zou ik nu graag de heer professor Drijfhout willen verzoeken dit ereschild, waarvan uw naam nog lang zal mogen getuigen, hoop ik, te willen onthullen. Alsjeblieft. Nee, Agnes, doe jij dat? Ik? Ja, jij kunt het beter dan ik. Oh, hemeltje, nee. Als ik iets fout doe... Felix, doe jij het maar even. Hè? Ja. Ja. Oh. En laat nu het feest beginnen! MUZIEK